De halve maan trekt in 2 weken tijd langs verschillende steden in Nederland. Vandaag is het de beurt aan Rotterdam. Denk in je hoofd, het is laag en hard. Het schip is een replica van het schip waarmee Henry Hudson in 1609 een kortere zeeroute naar China probeerde te vinden. Die route vond hij uiteindelijk niet, maar hij gooide wel als eerste Europeaan het anker uit bij een eiland dat later New York werd genoemd. We zijn nu in de schippershut en hier zat Henry Hudson dus zijn werk te doen, te lezen, te schrijven. Hier deed dus zijn schrijfwerk keurig netjes met een ganzenveer. En zijn administratie bijhouden. VOC hield er natuurlijk heel veel administratie bij. Je ziet moeders met fototoestellen, je ziet mensen op de bruggen allemaal roepen, zwaaien, foto's maken. Als we langs huizen varen, dan zie je op eens ramen open gaan. Mensen rennen de straat op om ons te fotograferen. Dat is echt dat is heel bijzonder, dat is leuk. Ik heb het idee dat het een soort drijvende badkuip is als je daarmee de oceaan overgaat. De spinnenwebbetjes laten gewoon zitten. Het moet gewoon oud lijken. Kijk, 400 jaar oud kan je het nooit laten lijken, maar een spinnenwebbetje hier en daar, dat mag best. Je kan je een klein beetje voorstellen hoe het eigenlijk was. Een heel klein beetje dan. Ja, de mannen kwamen met een groot bord, die schepten hierop. Die kregen het opgeschept, die gingen naar beneden toe. En die zaten met 5 of 6 man om dat bord te eten. Zo'n groepje mannen heette een bak. Nou, dan, daar komt dus ook het spreekwoord vandaan, jongens. We moeten aan het werk, we moeten aan de bak. Morgen is de halve maan nog in Rotterdam te zien. Liefhebbers kunnen het schip dan bezoeken in de Leuvenhaven.